Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. En de wedstrijd is begonnen. Goes heeft afgetrapt. En Jelle Klap heeft daar balbezit heel even. Gelijk een hoogstandje van Roemion. Enrico Patrick hè, met die mooie trap. Komt ie. Bijna. Dat scheelde niet veel. Kijk eens. Foutje daar van Osterhuk. Osterhuk die daar op volle snelheid doorgaat. Oh, dat is duidelijke overtreding. Dat levert een gele kaart op. Geen rood. Vind ik ook niet. Zomaar rood kunnen zijn, maar nee. Vind ik niet. Dat werd geknepen door twee verdedigers nog. Dit is niet een doorgebroken speler. Nee, klopt. Dan kun je hoog... Natuurlijk is het zo dat... Ja, ik snap wel dat Koen Vloedgraven even de scheidsrechter probeert te beïnvloeden. Oktay, Osterhuk, schot. Oi, maar dan ook maar net over. Hard genoeg. Zomaar de bal in de voeten van Enrico Patrick. Gaat op avontuur, ja. Gaat zijn man voorbij. Gaat een goede voorzet afleveren. Op het hoofd van Joshua Patrick. Dat is een mooie kans. De verdediger zit er nog aan. Enrico Patrick. Mooie voorzet. En ja. Ja. Het is zover. De twee broertjes. Enrico Patrick en Joshua Patrick. Die hebben elkaar... verleden jaar zo vaak gevonden op deze manier bij Dovo, maar nu bij DVS 33 voor de eerste keer. Prachtige voorzet van Enrico Patrick en heel hoog kwam daar Joshua Patrick en tik hier met zijn bolle kop, met zijn kale kop, de bal prima in de verste hoek. Opnieuw een hoekschop omdat Daan Huiskamp met de vuisten moest optreden. Swingt daar weer lekker in op het hoofd van Basiel Camara, die verdedigend kan koppen. Goes even in aanval. Nu op het hoofd weer van Jeremy Jonker. Wellicht vanavond hoofdpijn. Krijgt DVS hier ook hoofdpijn? Nee. Dat voorkomt Daan Huiskamp. Prima reactie van Daan Huiskamp. Wat is hij daar goed in? Wordt het een verre ingooi? Nee. Toch. Verre ingooi. Nee. Nguyen. Goeie balcontrole, maar Lars Dekker. Minstens zo goed. Prima gespeeld. Nu. Joshua Patrick, de weg ligt open. Op pure snelheid. Ja! Hij zit erin. Olivier Pilon. Joshua Patrick. Die nu wel die bal heel mooi afgeeft aan Olivier Pilon. Ze hebben het erover gehad. Het kratbier is op. Olivier Pilon die van de week natuurlijk dat kratbier moest geven aan de selectie van DVS. Hij gaf toen de bal niet af aan Joshua. Joshua doet het nu wel. 2-0 op een heerlijk moment. Vlak voor rust in de 43ste minuut. André. Ja, fantastisch. Oliver Pilon. Enrico Patrick met een heerlijke beweging. Gaat hij daar een voorzet geven? Via de hand claimt Oliver Pilon. Scheidsrechter kan dat uit die hoek nooit zien. Zijn assistent staat daar beter voor. Maar die heeft het ook niet gezien. Anders had hij dat wel doorgegeven. Oei, ja, dan maar zo. Leuke poging. De keeper had het op tijd gezien. Goed verdedigd, Jeremy Jonker. Mooi voor zijn man gekomen. Joshua Patrick. Roemion. Naar binnen. Roemion. Prachtig! Schitterend. Mooi gespeeld. Het publiek heeft er een applaus voor over. Osterhuk met een venijnig schot.
Joshua Patrick. Joshua, heel mooi. Joshua Patrick, nog steeds Joshua Patrick. Joshua Patrick! Maar ook die keeper. Melmeester, daar kan je dan ook van genieten. Precies op tijd vertrokken en gegeven. En daar komt hij weer. Joshua Patrick. Maar nog steeds Joshua Patrick. En ja! Ja! Daar is hij! Christian van Husselen. Op onnavolgbare wijze toch Joshua Patrick die bal voorgekregen. Niemand geloofde er meer in. Maar Joshua altijd bij de pinken. En precies op tijd Christian van Husselen bereikt. En wat zal hem dat goed doen, Christian van Husselen. Tijdje geblesseerd geweest. En nu, hartstikke idee, 3-0. Prachtige paas. Ja, kijk eens, ja, die gaat neer. Is dit een pengel? Ja, penalty. Ja, dit is een pengel. Enrico Patrick voor de zoveelste maal weggestuurd. En het was verleden week tegen Ajax natuurlijk al zeer bijzonder dat hij ongeveer 20, 30 voorzetten gegeven heeft als rechtsback zijnde. Hij speelde eigenlijk rechtsbuiten en vandaag bijna net zo. Ja. Wie gaat hem nemen? Een nieuwerwetse rechtsback. Ze gunnen het aan Daniel van Warven. Kijk, dat is leuk. Maar misschien staat hij wel op nummer 1 als hij erin staat. Precies. Jij ziet alle trainingen, jij moet dat weten. Of heb je geen boekje? Ja, penalties nemen ze niet zo vaak. Daniel van Warven. En hij schiet hem erin. Ja, ja. 4-0. Toch weer een heerlijke stand. 9-0. 3 competitiewedstrijden gespeeld. Indrukwekkend. Kijk, precies op de 90ste minuut fluit af. Hier een zakelijk goede overwinning van DVS 33 op opponent VV Goes uit Zeeland. Hier is het 4-0. Bedankt voor het kijken en we wensen u namens DVS TV een prettig weekend en tot volgende keer. Jeremy Jonker, al 3 wedstrijden helemaal gewoon in de basis. En volgens mij, de manier waarop je speelt, heb je het naar je zin. Klopt dat of niet? Ja, zeker. Ja, hoe ik het nu invul, dat is wel zoals ik wil spelen, zeg maar. En ik denk ook hoe de trainer wil dat ik ga spelen. En voor mezelf gaat het lekker. Dus, En waarom gaat het lekker? Precies de positie waarin je speelt en waar vandaan je speelt en de opbouw? Ja, ik krijg de vrijheid om in te dribbelen. Om zelf mijn acties te maken, maar in ieder geval om deel te nemen en gaan de opbouw. Ja, uiteraard het verdedigende moet je ook doen, maar vooral het aanvallende of het meespelen aan de opbouw, dat vind ik fijn, vind ik prettig. En was dat bij Genemuiden meer verdedigend gericht? Nee, bij Genemuiden kreeg ik ook wel de kans om op te bouwen. Maar hier heb je gewoon meer spelers die ook meedoen met het spel, waar je lekker mee kan combineren. Dus dan gaat het gewoon wat lekkerder, gaat het wat vloeiender. Ik zie dat je ook steeds weer geniet tijdens de training, hè? Want dat is een lekker niveautje. Ja, zeker. Ja, het is gewoon hoog en misschien vertalen we het in de wedstrijd nog niet altijd. Maar de trainingen gaan gewoon echt lekker en de wedstrijden gaat het ook met mate steeds beter. Dus. Toch 3 wedstrijden, 9 punten, 9-0. Hallo, lekker beginnetje. Ja, dat is heerlijk. Ja, zo moet je wel de competitie beginnen en zo lang mogelijk vol te houden. Dus. Zo is dat. Volhouden, Jeremy. Ja, zeker. Bedankt voor dit interview. Dank je wel. DVS 33, Goes. Jouw inzicht over deze wedstrijd, Ruud Pennings, de trainer van Goes. Ja, ik denk dat we wel kunnen vaststellen dat het een terechte verdiende overwinning is. En, we hebben naar onze mogelijkheden gevoetbald. En je ziet, ik denk dat het de eerste helft zeker ook goed stond bij ons. De verwachting hoe dit weer zou spelen, dat kwam wel uit en daar hadden we op geanticipeerd. En dan zie je toch dat er 2 momenten in de wedstrijd dat het even de organisatie even weg was, dat er toch 2 goals opleveren. Maar goed, dat is de kwaliteit van DWS. Ja, en die kwaliteit, Richard, hoe zie jij die?
Nou goed, je speelt gewoon tegen een goed georganiseerde tegenstander. Hè? En dan maak je de 1-0. Nou ja, gebroeders Patrick. Dus dat is bekend van ze. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan hebben we het heel goed staan. En ik vond ons heel goed spelen, hoor, 35 minuten lang. Echt uitstekend. Maar dan vanaf de 35e minuut krijgen we toch twee mogelijkheden. Die Daan dan pakt. De tweede was niet zo moeilijk, maar de eerste pakt hij goed. Ja, dan kan het ook 1-1 zijn. En dan is die call vlak voor rust. Ja, dan staan ze net even te ver naar voren. Ja, dat is met de drie musketiers voorin is dat dan dodelijk. Dus en de manier waarop Joshua hem dan breed legt op Oliver, dat is natuurlijk dat is alles waar ik voor sta. Heerlijk was dat inderdaad. En jullie kregen het in de tweede helft ook niet voor elkaar om de bakens te verzetten. Hè? Of in die zin van, als je met 2-0 achter staat, dan zou je verwachten dat er wat meer pilonnen naar voren geschoven worden. Of pionnen moet ik zeggen. Maar dat gebeurde niet. Hè? Jullie bleven eigenlijk bijna constant in hetzelfde systeem spelen. Ja, klopt. Ik denk als wij dat wel hadden gedaan vanaf de rust. De trainer lacht al, ja, dan gaaf je eigen graf. En dan, we hebben wel wat accenten aangegeven in de rust. Ik denk, we hadden regelmatig de vrije man op middenveld. En dan is het bij ons de mensen voorin het aanspelen. We hadden, vond ik, dat we te veel in de bal kwamen en te weinig in de ruimtes. Fysiek zijn de verdedigers van, die heb je ook sterk. Dus in 1 tegen 1 is dat heel lastig. Maar dan moet er meer dynamiek zijn. Je hebt dan maar een paar seconden tijd om de bal aan te nemen. Maar dan moet er al zoveel beweging voorin zijn tussen die twee. Dat iemand weggestoken moet worden. En dan kunnen we levensgevaarlijk zijn. En ook eventueel nog een goal maken. En daar heb ik op voortgeborduurd in de tweede helft. En je zag op het laatst dat we iets anders gingen spelen. Gelijk ook de 3-0 viel. Ja, precies. En Richard, wat heb je meer te wensen? 3 wedstrijden, 9 punten, 9-0. Ja, op dit moment niets. Ja, ik heb wel wat meer te wensen, dat weet jij wel. Maar de tweede helft, ik begon natuurlijk te lachen. Want dat is dus het verschil tussen trainersinzicht en publiekelijk inzicht. Hè? Een trainer ziet gewoon van, weet je wat, als ik te veel aangevallen tegen deze 3 aanvallers. Ja, dan hadden wij veel eerder de 3-0 gemaakt. Hè? En dan blijft het 2-0 tot 75 tot 78 minuut. En dat is wel het moment dat ik een middenvelder inzet voor een aanvaller. Hè? Omdat ik zie natuurlijk ook wel dat ik aan het gokken ben. Hè? Dat we veel te veel ruimte weggeven op het middenveld. In de hoop dat we die 3-0 maken. Ja, en toen die na 76 minuten nog niet gevallen was. Toen heb ik gewoon gezegd van, weet je wat. 1 aanvaller eraf, middenvelder erbij. Pakken we het middenveld weer. Ja, en dan scoor je uiteindelijk nog 2 keer. Dat is mooi meegenomen. Maar ik denk dat we... We hebben een goede start en dat is de verdienste van die jongens. Er zit een goede sfeer in de groep. En dan ben je een tevreden trainer, denk ik. Heel mooi, met alle credits ook van de assist koning van vanmiddag, Joshua Patrick. Ja, nou is het Joshua, normaal is Benjamin of Ole, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat me om de invulling. Nou, en daar zijn we mee bezig. Jij ziet hoe we trainen. En daar ben ik alleen maar blij mee. Kwam er vandaag inderdaad lekker uit. Volgende week in Goes waarschijnlijk tegen? Ajax. Ja. Ajax, die zit in een wat mindere periode. 6-1, Hoek? De uitslag heb ik nog niet gezien. Maar, Hoek, Ajax, 6-1. Ja, dat is een forse. En de week daarvoor ook al. Dus ja, misschien mogelijkheden voor ons om weer een 3 punten te pakken. Gewoon gaan met die banaan, Ruud. We gaan er ook voor. Veel succes. Dankjewel. Bedankt. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de Business Club van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.